Hoi, en leuk dat jullie kijken naar deze extra video. Ik heb natuurlijk al een tijdje niet gevlogd en alleen laatst even een shoplog opgenomen. Dus ik dacht, misschien is het wel gewoon leuk om weer eens een Q&A te doen. Ik krijg best wel veel vragen via Instagram over hoe het gaat, wanneer ik weer ga vloggen. Dus ik dacht, ik neem gewoon even deze video op om de meeste vragen van jullie te beantwoorden. En gewoon leuk om weer even mijn hoofd te laten zien. Jongens, ik leef nog. Ik ga niet een te lange intro doen. Ik ga gewoon lekker beginnen met de vragen. Ik heb net ook al mijn camera opgeladen, maar de zon gaat zo onder. Dus ik heb één streepje batterij. Dus ik hoop dat het lukt. De eerste vraag kreeg ik van Alissa98. Ik heb trouwens de vraag al op Instagram gezet. Of in ieder geval de optie om wat vragen te stellen. Mocht je me nog niet volgen, ik post altijd stories op @ojeetjejane. Volg maar daar even, dan hou je in ieder geval nog een beetje inzage in mijn life. Alicia TH98 vraagt, hoe gaat het nu met je? En heb je enige spijt van de operatie gehad? Het gaat goed. Ik ben echt blij dat ik even gestopt ben met vloggen. Even een beetje adempauze. Het is heel druk op werk. We zijn bezig met allemaal shows. Vanmiddag een beetje rotnieuws gekregen door dat hele corona. Dus het staat gewoon een beetje op zijn kop nu. Dus ik ben gewoon blij dat ik me daar even op kan focussen in plaats van alles door elkaar. En of ik spijt heb gekregen van de operatie? Nooit. Echt never. Ik ben zo blij dat ik deze keuze ooit heb gemaakt. XX Naomi Denise vraagt, hoe lang blijft de pijn na een bypass? Na de operatie, de eerste 3 dagen zijn echt verschrikkelijk. En daarna gaat het gewoon weer steeds beter. Dus de eerste 3 dagen... En daarna wordt het allemaal wel wat positiever. It's just Dunja. Leuke vraag. Waar zie je jezelf over 10 jaar? Ik zie mezelf over 10 jaar sowieso een gezinnetje. Ik heb geen kinderwens meer. Maar ik zou het wel gewoon leuk vinden om iemand te treffen die bijvoorbeeld al 1 kindje heeft. Of geen kinderwens meer heeft. Dat we gewoon one big happy family worden. Dat we allemaal gezond zijn. Dat ik in een lekker huis woon. En dat ik gewoon nog steeds heel erg plezier heb in wat ik doe in het leven. Ik hoop ooit gewoon voor mezelf te gaan werken. Ondanks ik het nu echt heel erg fijn heb bij mijn huidige werkgever. Maar ik zou wel heel graag een bedrijfje willen opzetten. SJHP-laagstreepje vraagt, waar zijn die leuke zwarte loafers van? Die zijn van de Primark. En ze lijken gewoon precies op Gucci loafers. Ik zeg jullie wel eerlijk, ik ga binnenkort denk ik die instappers halen van Gucci. Omdat ik die echt geweldig vind en je kan ze overal mee combineren. Maar die zwarte zijn gewoon van de Primark. Mel Toensia vraagt hoe het nu met me gaat na de operatie. En kan je zeggen dat je veel meer energie hebt? Nou Mel, energie was nou niet echt mijn probleem. Ik had meer zoiets van met de oog op de toekomst en mijn gezondheid. Wil ik gewoon afvallen. En ja, het gaat hartstikke goed. En qua energielevel, ik heb altijd best wel veel energie gehad. Ik vind het nu wel fijn om te zien dat ik gewoon lekker naar de sportschool kan gaan. En oefeningen kan doen. En dat ik niet gewoon na 1 minuut helemaal voorop ben. Dus in dat opzicht heb ik wel meer uithoudingsvermogen. Maar energielevel is eigenlijk nog steeds hetzelfde. LukeX013 vraagt, is Blue Diamond Fashion one of your favorite shops? Of je favorite shops? Hoi Luc, wat ben je toch weer lekker marketingachtig bezig? Ja, Blue Diamond Fashion is zeker een van mijn favoriete shops. Jullie hebben echt leuke dingen. Ik vind niet alles is mijn smaak, maar jullie hebben soms echt dingen dat ik denk, wauw, ik moet dit hebben. Dus, goed bezig. Joyce VDNderen vraagt, wat eet en drink je nu precies in een dag en blijf je daarmee op gewicht? Nou, ik ga wel eens een keer even een video opnemen met what I eat in a day, gewoon nu. En ik eet ook echt wel lekkere dingen. Ik merk wel dat ik op gewicht blijf, maar ik moet het niet te bont maken. Want ik heb wel weer een beetje de aanleg om aan te komen als ik het een beetje gek heb gemaakt. Maar ik heb voor mezelf wel de afspraak dat ik het gewoon heel strak in de gaten hou. En zodra ik zie dat ik weer aankom, dat ik gewoon weer even extra een sportschool induik. En dat ik er alles aan doe om gewoon opgewicht te blijven. Armand Do It. Hey Armand. Doe. Ken ik gewoon.
Wat was jouw naam als je een jongen was? Toevallig weet ik dat. Mijn naam zou of Boy zijn of Terrence. Terrence vind ik eigenlijk wel een leuke naam. Boy vind ik niet zo. Dus dat zou dan mijn naam zijn als een jongen was. Als ik een jongen was. Misschien wel leuk om te zeggen als Mees een meisje was. Zou hij Kelly heten. Maar dan C-A-L-I. Maar het werd een jongen. Dus het is Mees. Cooking Healthy Shit vraagt of je je curves niet mist. Zoals ik op zijn tijd. Hell no. En ik heb nog steeds curves. Hè? Ik heb nog steeds brede heupen. Ik heb nog steeds gewoon stevige benen. Alleen het is allemaal iets minder. Maar ik ben nog steeds curvy. En ik mis mijn overtollig vet totaal niet. Amber Chilano vraagt hoe bevalt het leven jou na de operatie? Spijt. Eigenlijk dezelfde vraag die ik net heb beantwoord. Hell no. Ik voel me fucking lekker. Het leven lacht me toe. Ik ben gelukkig. Ik ben gezond. Mijn kind doet het goed. Werk is leuk. Lieve familie en vrienden om me heen. Dus ja, can't complain. Andy Pendy laagstreepje hazen vraagt. Je hebt een toplichaam. Wat zijn je grote tips? Ik heb ook net een maagverkleining gehad. Allereerst super bedankt voor het compliment. Ik vind dat het echt beter kan. Maar ik mag zeker niet klagen. Grootste tips. Ga na 6 weken sporten na de operatie. Begin met cardio en ga ongeveer na een maand na de operatie met cardio. En ga daarna volop krachttraining doen. Krachttraining is echt de key om te voorkomen dat jij last krijgt van hangend vel. Vooral als je nog jong bent. Dus ga alsjeblieft krachttraining doen in de sportschool. Klaas Daan met heel veel cijfers erachter vraagt. Hoe gaat het met je? Geen last meer van gal of nierstenen? En een dikke knuffel voor jou. Thanks girl. Het gaat super goed. Even afkloppen. Geen last van gal of nierstenen. Ik heb toen echt even een attack gehad waar ik ook diclofenac toe voor heb geslikt. Gelukkig was dat eenmalig. Daarna heb ik nog 1 keer die pijn gehad. Heb ik nog 1 diclofenac zetpil ingenomen. En het gaat eigenlijk hartstikke goed. Hillegonda45 vraagt hoe heet de nagelsalon waar jij je nagels laat doen en waar zit die? Ja, mijn nagels zijn echt flicky. Mijn tante heeft een eigen nagelsalon aan huis. Alleen zij is zo ontzettend druk dat zij geen klanten meer aanneemt. Dus ik ga je ook niet haar naam geven, want she's gonna kill me. Ze is echt zo druk. Ze kan het eigen succes niet aan. En ze is ook echt heel goed. Collie87 vraagt, heb je na 2 jaar meer eetlust? Ja, ik kan denk ik 2 keer zoveel eten als na de operatie. Ik kan nog niet zoveel eten als een normaal mens. Maar ik merk wel dat de porties steeds groter worden. En daar, ik moet echt gaan uitkijken. En daar ben ik me echt bewust van. Hoeveel weeg je nu en sta je stabiel qua gewicht? Ik zou je zeggen, in de zomer was ik 81 kilo. Dat was het allerlaagste gewicht. Ik ben een aantal weken geleden ben ik dus naar het ziekenhuis geweest voor een controleafspraak. Je blijft 5 jaar onder controle in het ziekenhuis. En die zei, op een gegeven moment bereik je gewicht, dan kom je nog zoveel procent aan en dat blijft dan jouw gewicht. En ik zou je zeggen, ik zit nu ongeveer op de 485 kilo in de ochtend. En van de week of 2 weken geleden was het 86 kilo, toen ben ik weer in gaan grijpen. En nu vanmorgen was het weer 85,2 of zo. Maar dat zal een beetje mijn stabiele gewicht blijven. Ik ben trouwens 1,82 meter, mocht je het je afvragen. Maar ik ben wel nu ook deze hele maand, heb ik met mezelf afgesproken dat ik geen alcohol drink. Dat ik even op mijn eten let. Qua eten, ja, ik eet wel echt wat lekkers af en toe. Maar ik wil gewoon weer even terug en ik drink gewoon even een hele maand geen alcohol. Want ik merkte dat ik best wel weer veel alcohol begon te drinken. Het schijnt ook zo te zijn dat best wel veel mensen na deze operatie alcoholist worden. En ik merkte gewoon dat ik ook overdag weinig, of overdag, s'avonds thuis een wijntje begon te drinken. En dan werden het 3 glazen en dan was de fles leeg. En ik dacht echt van, oké, nu moet ik echt ingrijpen. Ik merkte ook dat ik daardoor emotioneel wat minder stabiel was. Dus dat het moederschap me ook best wel wat zwaarder afging. Omdat ik dus gewoon 's ochtends me wat minder voelde. Omdat ik gewoon te veel had gezopen. Dus vandaar dat ik met mezelf heb afgesproken. Het is nu ik deze video opneem, is het 12 maart. Ik heb ook gewoon met mezelf afgesproken om de hele maand maart niet te drinken. Want
Net als met mijn gewicht, als ik merk dat het uit de hand loopt, of net zoals gewoon dingen in mijn privéleven. Sorry hoor, een beetje droge lenzen. Maar als ik gewoon merk dat iets te wordt, dan grijp ik gewoon in. En vandaar dat ik het nu ook heb gedaan. Anouk Mees Nova vraagt hoe het met me gaat en wanneer ik weer ga vloggen. Ik denk dat ik vanaf april weer mijn vlogcamera erbij ga pakken. Maar ik heb er gewoon even geen behoefte aan. Ik merk ook aan mezelf dat ik het totaal niet mis. En ja, zoals ik al zei, het is gewoon echt ook een drukke periode op werk. Mees gaat het gelukkig een stuk beter. Hij had echt een hele heftige periode. Ik denk een week of drie dat hij echt totaal niet luisterde. Mij ging slaan. Ik durfde gewoon niet met hem naar de supermarkt. Omdat hij gewoon heel de supermarkt op zijn kop zette. Maar nu gaat dat helemaal... Ja, het gaat gewoon gelukkig weer goed. Het zijn gewoon periodes, fases. En nu is hij echt heel vrolijk. En hij luistert weer wat beter. Dus dan is het voor mij ook wat fijner om even die tijd met hem te nemen. Maar op een gegeven moment werd het me echt te veel qua werk. Kind wat gewoon echt een rebelse periode had. En daarna zat ik gewoon niet zo lekker in mijn vel. Dus wat was de vraag ook weer? Want ik ben dan weer... Maar wanneer ga ik weer vloggen? Ik denk in april, mei zoiets. Anai Limani vraagt, wat eet je zoal op een dag? Ik vind je vlogs by the way super leuk. Thanks girl. Wat eet ik op een dag? Ja, even snel, 's ochtends sta ik meestal op. Dan neem ik, ja, ik eet zo divers. Neem ik of 3 crackers, of een broodje, of 2 boterhammen. Tussendoor eet ik een banaantje. Ik eet dan nog een mueslireep of zo'n havermoutkoek. Ik lunch dan gewoon met 2 boterhammen of 1 broodje of 2 of 3 crackers. Stukje fruit, gewoon normaal portie avondeten. En 's avonds neem ik vaak wel eens wat lekkers. Tussendoor drink ik veel water, cola light, thee, koffie, Red Bull light. Ik zal wel weer eens een keer een video opnemen. Deze heb ik al gescreenshot. Waren dit de vragen? Nee, toch? Huh? Oh nee, ik zat er helemaal verkeerd te kijken. Badass 1988, hey girl. Vraagt waar haal ik mooie spijkerbroeken voor Brikki? Nou, toen ik wat voller was, maar jij bent trouwens ook goed afgevallen, ik ken haar ook persoonlijk. Maar toen ik nog wat voller was, haalde ik altijd mijn spijkerbroeken bij de Primark. En ik vond het best oké spijkerbroeken, ik vind ze niet heel mooi. Nu ben ik echt, eigenlijk draag ik alleen nog maar of Levi's of Zara. Zara heeft ook echt leuke spijkerbroeken. Maar dan moet je echt even in de sale kijken, dan kan je vaak voor een tientje hele leuke broeken kopen. En voor de rest ben ik heel erg fan van Levi's. En ik heb toen in Barcelona 2 Levi's broeken gehaald. En die waren echt €50. Maar in Nederland hebben ze nooit zo'n goede... hebben ze nooit zo'n hele goede sale. Dus eigenlijk zou ik je aanbevelen, als je je maat weet van een bepaald merk spijkerbroek, gewoon even kijken op United Wardrobe of op Marktplaats of Vinted. En dan heb je gewoon leuke broeken voor een klein prijsje. Marleen 5964 vraagt, hoe vindt Mees dat jullie een tijdje in Dubai gaan wonen? Mees heeft nog niet echt het besef. Ik heb wel gezegd dat we naar een land gaan wonen, dat we naar een land gaan verhuizen waar het altijd warm is en waar we ons eigen zwembad hebben. Want ik heb een appartement met een eigen zwembad op mijn terras. Vooralsnog, als dat dadelijk, nou ja, als iemand het dadelijk kan huren en wil huren voor 2 jaar of zo, dan moet ik naar iets anders gaan kijken. Maar als dit huis nog vrij is, heb ik gewoon mijn eigen fucking terras. Met zwembad. En ik zeg heel de tijd, Mees, we gaan dan verhuizen naar land en dan kan je elke dag zwemmen. En Mees houdt heel erg van zwemmen. Dus hij is wel enthousiast daarover. True Love is Rare vraagt, wat is het voordeel van het niet vloggen? Het voordeel van het niet vloggen is dat je geen rekening hoeft te houden met je camera. Dat je niet hoeft te editen. Dat je niet hoeft te uploaden. En ja, dat is wel echt fucking chill. Roma van Kempen vraagt, doe je aan daten?
Ik heb een tijdje echt gewoon helemaal niet gedate, omdat ik gewoon mannen helemaal zat was. Ja, niet zat was, maar omdat ik gewoon geen behoefte aan had. Ik ben nu langzaam maar zeker weer een klein beetje voorzichtig aan het daten. Ja, meer wil ik er niet over kwijt. Anne Facts, hey girl, wanneer wijn? 1 april, girl. 1 april, mag ik weer drinken? Sportaddict vraagt: hoeveel keer per week train je? Superleuke video's heb je, meid. Thanks, girl. Ik probeer 3 keer in de week te gaan, maar meestal wordt dat 2 keer. 2 à 3 keer in de week. Ik zit natuurlijk ook met Mees. Dus ik kan eigenlijk alleen maar trainen in de ochtend als hij op de kinderopvang zit of in de middag. Maar soms laat mijn werk dat ook niet toe. Heb ik het of te druk of ik heb allemaal afspraken buiten de deur. Dus 2 à 3 keer. Als het mijn agenda toelaat. X Viva La Serena zegt: kom, we gaan een keer wijn drinken. Nou, meid, in april mag ik weer, dus lijkt me leuk. Stuur me DM. En dan even de laatste vraag. Ik merk dat ik me soms verlies in eten en geen motivatie heb. Hoe vind ik dit weer terug? Heb je tips? Nou, hoe ik mijn motivatie terugvind na een periode, als ik het even niet meer zie zitten, is gewoon jezelf naar de sportschool slepen. Als je terugkomt uit de sportschool voel je je zo goed en vind je het ook zo jammer om bijvoorbeeld chips te gaan eten omdat je zoveel inspanning hebt verricht en heb je zoiets van ja, ik vind het gewoon fucking zonde nu om dit allemaal te gaan verpesten terwijl ik vanmorgen heb hardgelopen of krachttraining heb gedaan. Dus ik zeg, hou moed, ga gewoon met je ass naar de gym en bedenk gewoon van joh, ik wil gewoon de beste versie van mezelf zijn. Ik wil gezond oud worden, ik wil er leuk uitzien. Ik wil alles kunnen shoppen in elke winkel zodat het, en dat het me ook leuk staat. Dus ja, dat zou ik je aanraden. Nou, dit waren alle vragen. Ik zie ook dat mijn batterij nu echt bijna helemaal leeg is. Ik zie ook dat ik 3 oproepen heb gemist. Vergeet me niet te volgen op Instagram, @ojeetjejane. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Laat een leuke comment achter. En ik zie jullie snel. Doei doei! Hey Miss Fatty Fatty, you a murder.